In de beantwoording van de minister van Onderwijs heb ik gemist, voorzitter, of de scholen van Godo-Olo, Loka-Loka en Manlobi al zijn gebouwd en opgeleverd. Ik kan me herinneren dat voor de bouw van de 3 scholen 42 miljoen was geallockeerd. Vraag graag, voorzitter, via u, zou ik wat meer duidelijkheid wensen van de minister van Onderwijs met betrekking tot de status van deze scholen. Zijn de scholen al opgeleverd? Gaan de kinderen al naar de scholen? En zijn er al leerkrachten voor deze scholen? In de begroting, voorzitter, is verder opgenomen dat slechts 15 miljoen is gereserveerd voor renovatie van 400 scholen. Voorzitter, met dit bedrag zou je hooguit 10 tot 15 scholen kunnen renoveren. Vanuit deze plek pleit ik ervoor dat er meer geld komt op de begroting van onderwijs. Een aantal collega's hier hebben aangegeven hoe belangrijk het onderwijs is. Willen we uit een cyclus van armoede, dan moeten we investeren in ons onderwijs. Voorzitter, ik pleit voor tenminste 100 miljoen extra op de begroting van onderwijs om al deze problemen op te lossen. U heeft gisteren ook geluisterd naar collega parlementariër Wakkie, die heeft aangegeven hoe het gesteld is met het onderwijs in het binnenland. Voorzitter, om eerlijk te zijn, als ik een brief van 15 jaar geleden uit de kast zou halen, dan zijn de problemen hetzelfde gebleven. Regeringen komen en gaan en hebben bijna nooit een verandering ingebracht. De omstandigheden, de werksituatie van leerkrachten is bijna jaar in jaar uit hetzelfde gebleven. Ze moeten het altijd doen met blikjes waar, slechte communicatie, geen randvoorwaarden die in place zijn gebracht, dat het aantrekkelijk wordt dat leerkrachten naar het binnenland gaan om les te geven. Voorzitter, vanuit deze plek vraag ik de regering aandacht voor de werkomstandigheden van deze leerkrachten in het binnenland. Sinds jaar en dag wordt er gepleit voor betere omstandigheden, werkomstandigheden van leerkrachten. En ik ben ervan overtuigd dat tenminste met de regering Santokki-Brunswijk er een goede stap wordt gedaan in die richting. Voorzitter, op de begroting is er maar 6 miljoen opgebracht voor professionalisering van leerkrachten. Ik stel voor dat we 6 miljoen optrekken naar tenminste 15 miljoen voor professionalisering van leerkrachten. Verder, voorzitter, vraag ik serieuze aandacht voor de gepensioneerde leerkrachten. De gepensioneerde leerkrachten hebben hun krachten gegeven, hebben gedurende hun carrière een cruciale rol gespeeld in het onderwijssysteem. We weten dat ieder die hier zit, van de president tot de voorzitter DNA, tot collega-parlementariërs, tot wie dan ook, door de handen zijn gegaan van leerkrachten. Laten we deze leerkrachten ook waarderen. Het bieden van betere secundaire voorzieningen na hun pensionering erkent hun toewijding en moedigt ervaren leerkrachten aan om in het onderwijs te blijven, wat de algehele onderwijskwaliteit ten goede komt. Ik pleit voor extra middelen op de begroting, of van onderwijs, of van het ministerie van Volksgezondheid, om tenminste deze kleine groep van gepensioneerde leerkrachten ook mee te nemen in de secundaire voorzieningen. Als we kijken naar de korpsen, dan zien we dat zeker bij Korps Politie Suriname, maar ook andere korpsen, dat het gezin wordt meegenomen. Dat de gepensioneerden worden meegenomen in de secundaire voorzieningen. Waarom zouden de leerkrachten stiefmoederlijk behandeld worden? Verder vraag ik aandacht, voorzitter, voor leerkrachten die pas in dienst zijn gekomen. Ze wachten veel te lang, 4 tot 6 maanden voordat ze aan hun salaris komen. Dus ik vraag serieuze aandacht van de minister van Onderwijs via u, voorzitter. Ook voor de overuren en gratificatie, dat laat heel lang op zich wachten. Voorzitter, ik heb een concreet voorstel. Ik stel voor dat er een helpdesk komt op het ministerie van Onderwijs om al deze problemen op te lossen op korte termijn, maar ook de achterstanden die er zijn, om die achterstanden met betrekking tot gratificatie en rechtspositie, om dat snel op te lossen.
Verder, voorzitter, doe ik ook een voorstel dat de minister van Onderwijs ook weer de draad oppakt met betrekking tot jubileumviering. We zien dat een heleboel ministeries hun mensen in de bloemetjes zetten wanneer ze 10, 15, 25 jaar, 30 jaar, 35 jaar in dienst zijn. We missen dat al een aantal jaren op het ministerie van Onderwijs. De jubileumviering is een moment van reflectie, waardering en erkenning voor de toewijding aan het onderwijs. Laten we dan de leerkrachten ook in de bloemetjes zetten. En als het aan mij afhangt, voorzitter, laten we wat extra middelen opnemen in de begroting van onderwijs, zodat dit een feit kan worden.